Lorenzo van Kleef, neem ons eens mee naar het moment dat jij je debuut mocht maken in ADO 1. Ja, kijk, het is natuurlijk al prachtig dat ik op de bank mag zitten in zo'n groot stadion, PSV uit. En de trainer riep me dat ik moest gaan warmlopen. We waren al aan het warmlopen, toen had ik nog 2 minuten. En toen was het moment daar. En toen mocht ik invallen. Ja, fantastisch. Je leek een beetje gespannen, je stond een beetje te puffen aan de zijlijn. Ja, nou ja, dat is wel normaal toch, denk ik. Ja. Eerst mijn debuut in ADO 1, PSV uit. Ja, dat is niet de eerste de beste. En dan val je in, een beetje hangend op links op de plek van Erik Valkenburg. Hoe ging dat? Ja, dat is wel een beetje nieuw voor mij. Want ik ben gewoon eigenlijk een middenvelder, box-to-box. Maar eerste balcontact, goede aanname. Voorzet was net achter de spits. Dat was jammer. Maar toen ging ik al vrij snel in het middenveld op. Want Danny Bakker werd gewisseld. Dus toen moest ik op zijn plek gaan staan. Je hebt redelijk wat balcontacten gehad. Je kwam best ook wel in de wedstrijd. Heb je het gevoel dat het zelf goed ging? Ja, ik denk voor de eerste wedstrijd dat ik wel tevreden terug mag kijken. Aantal duels gespeeld, een paar gewonnen, ook wel een paar verloren. Maar ik denk dat ik gewoon tevreden terug mag kijken. Een paar goede inspelballen. Ja, ik denk dat ik wel tevreden ben. De lach kan niet van je gezicht af, ondanks de nederlaag. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is natuurlijk heel vervelend om maar even zo te zeggen dat we natuurlijk verliezen. Maar ja, ik ben gewoon super blij dat ik mijn debuut heb mogen maken. En hopelijk dat er nog vele mogen volgen. Eén ding nog, iedereen heeft in deze tijden over transfers, et cetera. Hoop jij stiekem dat deze selectie zo blijft, zodat jij je kansen gaat krijgen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het voor mij heel positief is. Ik denk, jongen, ik kom er net nieuw bij. En ja, als de selectie niet heel groot is, heb ik natuurlijk meer kans. Dus blij. Het is natuurlijk ook fijn als je gewoon goede ervaren spelers om je heen hebt, want ja, daar leer je natuurlijk het meeste van. En die hebben ook wel, wat ik zeg, ervaring. Ook in de wedstrijden waar het lastiger is. Dan ben ik het nieuwe jongen en dan is het wel fijn om die spelers om je heen te hebben. Dus ja, dubbel gevoel misschien. Lange terugreis, blijf jij lachen? Ja, ik blijf wel lachen. Misschien dat ik even wegval, maar ik blijf wel lachen voor de komende tijd. Dankjewel.